Lazarus en Tina voorlopig niet meer in de theaters te zien zullen zijn. Het is immers nog onbekend wanneer grote evenementen weer mogen. Crisis in de culturele sector. Just for one day. Church house, land hall, school house. Jij hebt een geschenk in je dat je aandacht moet geven. Jouw stem. Dames en heren, wie heeft de zin om het uit te zingen? Albert, wij keken hier in de repetitie naar en toen dachten we van jeetje, dan realiseer je ineens pas dat je weer zo zin hebt om naar het theater te gaan. Ja, nou, dat vind ik fijn dat je die emotie hebt. Ja, want hoe is dit dan voor jou naar te kijken? Het is een hele verdrietige dag. Ja. Als ik naar die beelden zit te kijken, is het heel verdrietig. Ben je zo graag weer, hè? Ja, je wil heel graag. En het is, vandaag heb ik aan het personeel verteld, via een videoboodschap die ik regelmatig doe, maar vandaag op een andere dag omdat deze boodschap verteld werd, dat we dus gewoon dicht blijven tot maart. Dat we daarvan uitgaan. Dat dus de shows niet terugkomen tot die tijd. En dat ben je allemaal aan het voorbereiden. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Je zit in die bubbel, je zit dat voor te bereiden. En vlak daarvoor, voordat het bericht naar buiten ging, gaf ik aan de managementlaag die daarboven zit, dus die al die mensen als aanspreekpunt hebben, met een Skype call, er waren 25 mensen, vertelde ik dit allemaal. En de dreun was zo groot bij die mensen, want die wisten dat toen ze hoorden, we gaan ervan uit dat we in maart pas weer open gaan. Dat is ook lang, hè? Dat was zo lang. En ik zat echt, dat mag je weten, met de tranen in mijn ogen en met een brok in mijn keel het te vertellen. Omdat het zoveel impact heeft voor 600 medewerkers. En dan praat ik niet alleen over de artiesten, maar ook over de cashières, over gastvrouwen, over technici, over alles wat er omheen loopt. 600 banen, 600 mensen die het komend jaar niets kunnen. Nee. Maar zijn er geen mensen die zeggen, maar Evelinde of Albert, tot maart, waarom in één keer zo'n sprong vooruit in de tijd? Ja, dat komt omdat eigenlijk als je rekent, dan mogen wij vanaf 1 juli met 100 mensen, dat is tot 1 september, daar kunnen wij niks mee. Bij ons begint eigenlijk pas het iets dat we kunnen doen met 500-600 mensen. Ik heb regelmatig contact met economische zaken, ook om protocollen voor te bereiden. Ja, en dan ga je echt niet in één keer naar 300 mensen, naar 600 mensen. We zitten gewoon in een sector waar heel veel mensen bij elkaar in een zaal zitten. En ik begrijp het allemaal. Maar dan heb ik liever dat we helderheid creëren. En dat doen we ook op die manier dat alles klaar staat. Hè, dus de mensen van wie de contracten niet verlengd worden, maken we ook de afspraak mee. We houden de afspraak, houden we dat als we weer beginnen, dan staan de afspraken. Dan kunnen we ook meteen weer de show oppakken als het moet. Dus stel dat er iets gebeurt met een vaccin, of er kunnen toch, hè, voor 900 man kunnen we open. Ja, wat we dus nu ook horen van de sportscholen is natuurlijk ook ja, eerder dan dus kunnen we beter een stip op de horizon mensen hebben. Want mensen hebben ook behoefte aan duidelijkheid. Ja. De persconferenties van de premier zijn fantastisch. Ik vind dat het kabinet het ongelooflijk goed doet. Maar dit is zo'n onzekere periode voor mijn sector, voor het entertainment. Het is dodelijk en daarom dachten we kunnen beter een stip op de horizon zetten. Maar, en die is dramatisch, maar wel belangrijk. Ja, want hoe ziet het er praktisch uit voor jouw mensen? Want normaal gesproken maak je denk contracten dus per musical en worden ze voor die periode betaald. Ja. Krijgen zij dus nu dan helemaal niks? Nee, nou, we hebben ook die NOW, hè, die nauwregeling. Lessers liep al af eind mei, dus daar lopen de contracten logischerwijs af. Anastasia, dat is idioot, hè, dat eindigt 2 augustus, die contracten, die worden daarna niet verlengd. Dat houdt op. Hopen maar tot die tijd krijgen mensen betaald. Door die nou, hè, want we werken heel veel met mensen die gewoon een bepaalde tijdcontracten hebben. Ook ZZP'ers, maar ook veel mensen die bij ons op de loonlijst staan. En de Tina cast en crew, die hebben tot augustus volgend jaar een contract. Dus die worden gewoon doorbetaald de komende tijd. En ik doe ook een beroep op de overheid om inderdaad toch te kijken naar die sector, die entertainment sector, die echt heel lang niks kan. Dan praat ik ook, hè, over de grote events en over de AFAS en Ziggo-dooms van deze wereld. Om toch te kijken of voor die sector de nauwregeling, kijk ook even naar links hier, ja, dat toch te verlengen. Want het is, wij kunnen. Je hebt je stem al weggegeven. Ja, ja, nou ja, daarom. Want wat is jullie jaaromzet en wat is nu het verlies? De jaaromzet is 60 miljoen. In Nederland? In Nederland alleen. En ik denk dat er dit jaar naar de 10, 12 miljoen verlies toelopen.
Heb je nog gezocht naar alternatieven buiten in een stadion? Heeft dat nog op tafel gelegen? Nou, dat heeft op tafel gelegen. Dat ligt ook nog steeds op tafel. Alleen, we zijn een groot bedrijf. Dus wat we doen heeft heel veel impact. Dat hoor je aan die omzet ook al. En ik heb liever dat we ons met z'n allen voorbereiden op een goede toekomst. En dat we daarop lopen dan dat we met alle respect leuke dingetjes tussendoor aan het doen zijn. Dat klinkt misschien heel hard, want ik waardeer ongelooflijk wat er gebeurt op allerlei vlakken. Mensen die voor 30... Veel creativiteit, hè? Online. Ik bejubel het. En gisteren hebben we weer aan een club die dat ook gaat doen, gratis onze repetitieruimtes beschikbaar gesteld. Dus ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Maar ik vind dat de focus van een groot bedrijf dat wij zijn, moet zijn zorgen dat er een toekomst komt voor die honderden banen die er zijn. Want je hebt bij Tina heb je bijvoorbeeld zoveel goede zangers, zangeressen. Kan je die niet? Je kan je op anderhalve meter afstand op het podium zetten. Ja, maar er zitten er 30 mensen in de zaal en er zijn er 80 mensen voor bezig op het podium. Ja. Dat is de vreemde situatie. Maar in een kleinere vorm, maar dat zie je natuurlijk heel veel terug bij theaters. Het is wel zo dat mocht op een gegeven moment, hè, dus het principe is nee, richt op de toekomst. Maar mocht zich de situatie doen dat we op een rare tussenfase terechtkomen, dat we op 400-500 stoelen, waar zo'n show nog steeds niet voor kan, want een Tina Turner en een Anastasia, die kosten per avond om te produceren, is toch goed om te zeggen, iets van 30.000, 35.000 euro. Hoeveel mensen zijn daar bezig? Dan zijn er 80 mensen op en rond het podium bezig. Anderhalve meter is dus niet te doen. Al backstage met omkleden en pruikenwissels. En dat verlies, dat pakken we. En we hopen dat die omzet later terugkomt. Maar we kunnen niet dat voor een kleine club doen. Dat is onverantwoord eigenlijk om dat te doen. Er is altijd veel steun voor de theaterwereld. Veel fans van jullie métier. Afgelopen zaterdag schreef Joep van het Hek zijn bekende column in NRC. Ja. Daar hebben jullie ook Jack, daar hebben jullie over opgewonden. Nou, ik vond het een idiote column. Joep die trekt een beetje van leer van die mensen in de culturele sector, die moeten niet klagen. En nou ja, dan als technicus of een klein theatertje of dat, dan gaat het maar even niet. Maar hij vergeet dat er kleine theatertjes gesloten moeten worden, dat er technici zonder inkomen thuis zitten. Dat zegt hij terwijl hij zelf volle zaal altijd heeft gehad en daar prachtig en terecht, want dat waren zijn voorstellingen. En dan gaat hij nu zo tekeer. Ja. Diederik Ebbingen, die heeft er ook een tegenstuk geschreven. Ja. En terecht van, ja, maar Joep, wat krijgen we nou? Toneelspelers hebben geen inkomen van torenhoog. Maar weet je wat ik nou zo jammer vind? Want ik vond het ook... Ik snap niet waarom hij het doet. Nee, ik vond het onhandige column. Wat ik zo jammer vind, is die culturele sector en die entertainment sector, die heeft het al zo ingewikkeld, hè? Ja. Net als iedereen. Maar potverdomme, we zijn de enige sector waar mensen altijd tegenover elkaar gaan staan. En dat moeten we niet doen. Nee, maar schouder naar voren. Ja. Ik heb een citaatje uit die column van Joep afgelopen zaterdag. In NRC. Waarin hij schreef... ik had dit nog niet tegen mezelf gefluisterd, of een rijke vriend belde me of ik mijn AOW, die ik volgens hem niet echt nodig heb, in een fonds voor noodlijdende theatercollega's wil storten. De nood, Joep nog steeds, de nood is heel hoog in die branche. Ik zei dat ik dat wist, omdat ik ook mijn eigen handen volledig stil ligt. Daarop vertelde ik hem dat ik niks geef aan de kunsten. Daar komt jullie ergernis waarschijnlijk. Ik geef niks aan de kunst, zegt Joep, maar mijn zoetverdiende geld aan de Nederlandse pedicures schenk. Ik hoorde verbazing aan de andere kant. En ik sta naar reden van pedicures. Dat gooien we dan onder humor. Maar laat hij zich druk maken. Ja, hij zal zelf zeggen, ach, je houdt toch op. Ja, maar laat hij zich druk maken over Vroeger die vanuit zijn villa roept van wij zijn het zwaarst getroffen. Of wie was dat? Dries Roelvink. Die zei, ik mis 5 ton aan inkomen. Nee, maar de meeste toneelspelers, de meeste technici hebben hele normale inkomen. Maar daar zijn ze ook niks anders in. En als Joep dat zou betekenen, ik denk dat hij dat ook wel bedoelt. Daar is die culturele wereld niks anders in dan iedere andere branche van Nederland. Iedereen zit met onzekerheid. Iedereen zit met weg van de omzet, met weg van de salarissen. Iedereen zit met nauwregeling, met ZZP'sregeling. En we moeten ons als sector er niet buiten stellen. We moeten niet doen of we anders zijn dan de rest. En jij zegt ook wel, Stage Entertainment is natuurlijk best wel een groot bedrijf. Jullie hebben wat vet op de botten. Maar jij maakt je voornamelijk ook zorgen over die kleine, vrije theaterproducenten. Ja, want zo ben ik begonnen. En zo is Joop van den Ende begonnen. Want Stage Entertainment Nederland is een samengaan van die twee bedrijven. En we hebben kunnen groeien in het land. En dat weet bijna niemand. Hè, want Joop van het Hek geeft zijn pensioen dan niet aan de cultuur. Maar ik ben ongeveer 10 jaar geleden het Nationaal Theaterfonds begonnen. En dat was in de vorige crisis. En dat was een fonds, dat was een garantiefonds. Als je met een grote productie het land inging, dan zorgde ik, en dat deed ik door zelf heel veel geld te geven, maar ook door overheden, en te zorgen dat je een garantiesom had als theaters te weinig betaalde, kon je toch gaan toeren, want dan gaven wij het bedrag erbij. Had je succes, dan betaalde je het bedrag terug. Kon het jaar daarna weer een andere productie komen. En ik zou nu willen pleiten dat
het ministerie van Cultuur van OVC, dat die zo'n garantiefonds voor de komende jaren gaat inrichten. Dat je zegt, we willen eigenlijk per jaar 8 grote toneel, musical, van alles producties hebben. Een deel moet van de theaters komen. Ja. Producenten moeten het risico lopen. Ja. Maar wij gaan zorgen dat vanuit de overheid een revolving, hè, dus zo'n fonds komt waar wat garanties afgeeft en wat kan terugverdienen. Want we hebben nu een crisis. En net als meneer Segers, je moet ook vooruitdenken. En er zit een enorme kaalslag aan te komen als we niet uitkijken. In het land, in al die prachtige theaters die er zijn. Dus ik wil pleiten voor zo'n garantiefonds. Ja, check, heb jij nog iets in theater? Nee, ik doe nu niks in theater. Ik weet wel, er komt nu een hele grote actie van Paul de Leeuw. En ja, een heleboel mensen die gaan iets doen. Maar Joep heeft zelf geholpen de kleine komedie te redden. Die hebben het hartstikke moeilijk nu. Die krijgen heel weinig subsidie. Waarom doe je dat nou? Ja. Waarom laten we nou met elkaar... Daarom, positief voor. Ik wil toch even iets positiefs nog ook zeggen. Wat mijn personeel vandaag ook zei. En ik noem het gewoon. AFAS heeft het AZ-stadion, heeft een ruimte, het AFAS Live. Maar ook het AFAS Circus Theater. Die hebben gisteren een nieuw contract om het AFAS Circus Theater te sponsoren voor 3,5 jaar getekend. Die hadden ook kunnen zeggen, we doen het niet. En dat je dat doet in deze tijd en zegt, we geloven in die sector, we geven steun daaraan, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Dat is precies de steun de rug die we nu nodig hebben. En ik zal blijven knokken met alles wat in me is voor Stage Entertainment, voor de mensen. En ik hoop dat we eerder open kunnen, maar alleen als mijn mensen veilig zijn, als het publiek veilig is en zich lekker voelt in het theater. En ik hoop heel snel bij economische zaken rond de tafel te zitten om het protocol met die schotjes waar ik heel lang voor pleit, hè, dat je een rij voor je leeg hebt, een rij achter je leeg hebt. Je hebt losse schotjes, zodat je als je alleen bent, heb je hier 2 schotjes staan. Ben je met z'n drieën, heb je zo 3 schotjes staan. Nee. Jawel. Nee. Laten we nou even de toekomst in. Jij bent niet eens de toekomst. Ik ga nou, dit nou eens eventjes doen. Met een schotje naast me. Nee, onderop, maar dan ruzie. Gaan we samen. Dit is wat ik bedoel met de culturele sector. Ik had Claudia de Breij gisteravond aan de lijn. En die zei, Albert, als ik moet helpen om economische zaken te overtuigen. En Jack, ik nodig jou hierbij ook. Oh. Dan gaan wij een filmpje opnemen waarin we demonstreren hoe dat eruit ziet in een zaal. We moeten naar de toekomst toe. Tuurlijk, we moeten vernieuwen. Je moet creatief zijn. Maar Jack, jij zegt alsjeblieft niet. Ik ga niet met een schotje zitten. Ik ga gewoon. Maar dan zit je er niet, want dan mag het niet of dan kan het niet. We moeten door, echt. Jack. Ja, weet ik het door. Albert, wat dacht je? Want ik mis theater. Maar wat dan, Jack? 2 keer in de week naar theater. Wat dan? Ja. Wat dan? Ja. Als ik het wist, man. Nee, maar daarom. Kom nou, lekker als andere mensen nou wel naar het theater kunnen daardoor. Ja. Oh nee, dan gunnen ze van harte, natuurlijk. Ja. Maar ik moet. Dat sla jij erover. Verschrikkelijk om tussen schotjes in te zitten. Maar tot slot heel kort nog. Heb je er wel vertrouwen in dat we gewoon weer volle zalen gaan krijgen? Tuurlijk. Ik hoor net op links dat het tuurlijk is. Ik ben een reëel mens. En ik vind dat je als... Nee, maar Jack, ik leid een groot bedrijf, hè? Ik leid een bedrijf van 600 mensen. Nee, je moet geen grap van maken. Nee, maar ik maak ook geen grap. Ik zeg alleen maar dat ik er vertrouwen in heb dat het weer komt. Op de tafel roepen, dat moet je niet doen. Het gaat om 600 mensen die op dit moment geen werk hebben. Ik maak geen grap. Naar zitten kijken, waak ik me even af. Ik moet reëel zijn als eigenaar en als directeur van een groot bedrijf en mensen perspectief bieden. En een eerlijk verhaal is dat ik nu zeg, voor 1 maart hou ik er rekening mee dat het niet kan. En tot die tijd denk ik dat het heel rustig opgebouwd wordt. Ja. En dan hoop ik dat we naar zalen van 1500 man terug kunnen. Ja. Ik verwacht het niet. Ik denk dat we blij mogen zijn als er een grens weer op 1000 personen gesteld wordt. Dat is al heel wat. En reëel, en dat is al heel wat. En als we dat met z'n allen kunnen bereiken, met schotjes en een prettige bijdrage van een ook niet onvoortuinlijke meneer Spijkerman, dan zijn we blij. Ik ben gewoon optimistisch. Ik geloof dat het goed komt. Absoluut. Ook omdat ik weer en naar Ajax dat wil. Hartstikke fijn. Nou, inderdaad, ook weer iets moois. Goed dat jullie over kwamen praten. Met jou door. Dankjewel. En je merkt wel dat we even uit onze lockdown zijn. We gaan meteen los. Ja, precies. En als ik jou hoor, dan weten we zeker de show will go on. Ja, absoluut. En we gaan met z'n allen los aan tafel zo meteen, jongens. Dus bereid je maar vast voor. Want presentator Jack Spijkerman heeft